oppassen en er zijn ook nog een paar kwakbolletjes. Welkom op de eerste avond van het carnaval. 55 plus avond, maar volgens mij kunnen jullie het wel op zijn kop zetten. Luisterbestuur, we zijn heel blij dat jullie er allemaal zijn. En ik heb gehoord dat er enorm veel optredens zijn. Door jong, door oud, die denken dat ze jong zijn. Koren, van alles. Het is in ieder geval de moeite waard om vanavond hier te zijn. Dus nogmaals namens ons bestuur, hartelijk welkom. Ik hou niet van veel praten, dus ik ga gewoon heel snel de hoogheden erbij halen. En de hoogheden hebben dit jaar gekozen voor twee raden, op 5+. En het gaat om ouder en kind. Dus ik zou zeggen, zoek wat bij elkaar wordt daar met de raden. Hoogheden, komen jullie op de lijn van de douches. Ik zal u helpen, dat is niet waar. Hè? Dus wij hebben bij de grote raad hebben wij twee generaties bij. Hè? We gewoon een beetje meer ervaring bij te hebben om deze avond er te komen. Wij wensen jullie heel veel plezier. Wij danken jullie heel hartelijk dat jullie hier wilt zijn. En ik heb begrepen dat onze jeugdprinses ook nog iets wilde zeggen. Ik weet niet of jullie het allemaal kent, hè? Arnoud de Uursen, die gaat het maken hier in de Overhorse Pool. En een applausje is zeker op zijn plaats, ja. Hallo 55-plussers, ik heet jullie van harte welkom in de S. Normaal doe ik een speech, maar dat vind ik zo ouderwets, dus laat ik me even een praatje maken. Jullie vragen jullie natuurlijk af, van wie is Starinne? Nou, ik ben Anou van de Zanden, van Erwin, van Henk, van Joske van de Zanden. En ook van Esther, van Kees, van Jan Schrovers.
Want ik heet Anouk en jullie het allemaal iets aan uw oren. Of aan uw heupen of aan uw ogen. Maar dat vergeten we vandaag. Want we gaan tenslotte de S op zijn kop zetten. Een speciaal welkom aan mijn opa's en oma's. Kees, Lien, Henk en Sean. Ik mag van de opa's zeggen dat ze vandaag een rondje geven voor heel de S. Wacht even, wat zeg je opa? Dat wordt ingehouden op je traktement? Nee, dan laat maar. De opa's geven geen rondje, sorry. Veel plezier vanavond, zet de boel maar eens flink op zijn kop. Hopelijk zie ik jullie bij carnaval. Jullie waren een fantastisch publiek. Ik ben geniaal. Dan zeggen we nog één ding. Hop, hop, hop. We zetten heel op voor het volk zijn kop. Nou, dat was, ik denk dat het goed komt over een jaar of 20 hier in Overhoorse Boerdaal. Want, maar je moet wel opletten, want dan zijn ze er allemaal nog, hè. En dan komen ze jou herinneren, witte nog, hè, toen en toen. Dus, nee, mensen, genoeg geland en gebrand. Laten we maar eens beginnen met een avond. Ik weet niet of ik, moet jij met Hans de microfoon of? Oh, die heeft er zelf, weet je. Ja. Goed, welkom allemaal nogmaals. Dankjewel voor het luisteren naar Anou en Amen. En veel plezier, geniet ervan. En tot later. Staat hier achter al een kwartier te popelen. Dus ik denk dat ik ze binnen ga halen. Geef ze een groot applaus. Ze gaan drie optredens voor u presenteren. Ik haal ze er even bij, de Dansmariers. Oh,
ook luisteren. Dat is niet leuk. Het niveau, bent u het met me eens, gaat elk jaar omhoog. Daar maken we graag even tijd voor een paar onderscheidingen. Tadaa! Ja, ik probeer ook nog wat. Tadaa! 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 Zo doe je het wel in de Anou, prinses Anou, ben je klaar? Waar is ze? Is ze klaar? Fantastisch. Nou, wie niet klaar is, nou klap ik even uit de stoel vanuit de organisatie, is de oude mannenkoor. Ja, kijk, wacht hè. Als er iemand niet klaar is, dan is het de oude mannenkoor wel. Zijn, ik kan u vertellen, om 8:45. Zien jullie er eentje? Eentje? Nou, ik zie er eentje. Nee, nu moet wijken. Maar ik zal eens kijken. Hoe is het nou, man? Ik loop er even naartoe. Wat? Wat is het? Wat is er precies misgegaan? Je mag het wel, de oude mannenkoor maar de oude van haar klas. Oude hè? Ja, maar ik vind het wel een oude mannenkoor. Ja, ik ben nog niet omheen, hè? Ja, jij wel. Hé, wat is er misgegaan? Wat zou je nog blijven dan 9 uur? Nee, kijk op de... Ja, dat is het, hè? Jouw wap in de straat klopt. Ah, nou, hartstikke mooi. Ik moet een kleine correctie toepassen. Het is niet oude mannenkoor, maar een mannenkoor. Maar u mag zelf oordelen. Maar inmiddels is het grootste deel van de club al aanwezig, geloof ik. De heren willen wat meer licht hierboven, kan dat? Oh, best te duur. Best te duur. Meneer de dirigent. Meneer de dirigent. Hoe waren de voorbereidingen? Hoe waren dit? Voorbereidingen. Ja, lang. Lang? Lang, ja. Weken. U had wel sneller gehoord, maar de rest van ons niet. En zingen, blijven zingen. Ah, Gieltje is er ook. Nou. Wie? Jan. Waar is Jan? Ah, hier is Jan. Adrie. Jongen. Dat duurt erin en eruit. Oh, mensen hebben elkaar een stukje die taal te maken. Ja, precies. Nou, dat zei ik er straks ook, dat was niet goed. Heren, even centraal. Zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar. Ja, dirigent, doe je best. Dames en heren, ik stel voor dat we ze voor het optreden
Thank you.
Laat u verrassen met een enorme beestenboel. Hier.
iets harder, hè? Zo, nee, ik was zelf hier, ik ben hier alweer in Suriname gekomen. De naam is Hertens, Hertens, Zwaaijs, dan gaan Luke en Chris met jullie doen samen. Ja, kom, hallo allemaal. Ja, dankjewel. Bijzonder leuk. Dames en heren, geweldig dat wij weer mochten komen hier vanuit Suriname. We hebben weer een quiz voor jullie bedacht. Ik zie, jullie hebben allemaal hele mooie feestmuts. Hebben jullie allemaal op die tafel, op die hoofd. Ik zie ze overal al staan. En de volgende quiz die wij jullie gaan spelen is... Raad het al! Hoedje op, hoedje af! Dus wij hebben voor jullie speciaal wat vragen bij elkaar gesteld, samengesteld. Je hebt alles te maken met carnaval, de wel of de niet. En we hebben ze een beetje onderverdeeld in de paar categorieën. De ene is bijvoorbeeld makkelijk en de andere is moeilijk. We hebben enkele mensen die goed in de gaten houden of dat wel allemaal eerlijk gebeurt. Die hebben allemaal... even kijken hoor. Die hebben allemaal herkenbare t-shirt aan. Van de organisatie. Wie is van die organisatie? Met herkenbare t-shirt. Ja, niemand van die organisatie. Het is bijzonder geweldig georganiseerd, zal ik maar zeggen. Wie gaat er in de gaten houden of het allemaal eerlijk gebeurt? Ja. Oh, kijk hier. We hebben hier geen t-shirt. Het is een heel dure jas. 55 plus commissie. En die gaat in de gaten houden dat de mensen wel allemaal eerlijk meedoen. Hè? Want uiteindelijk, helemaal uiteindelijk, aan het eind van de avond, rond 2:30, dan heeft er één winnaar over. En die gaat met fantastische prijs naar huis. Dat denk je. Nou, we gaan even gewoon beginnen, dan gaat het vanzelf loslopen. Hè? Dus dan geef ik stel een vraag, ik geef die antwoord aan en ik geef een verkeerde antwoord. En jullie moeten zelf bedenken, wat is die antwoord goed? Dan zet je hoedje op of hoedje af. Oké, okay, dan gaat dat daar vanzelf komen. We gaan even beginnen. Ik zal beginnen met een makkelijke vraag. Hè? Een makkelijke vraag. Even kijken, die was ook niet makkelijk. Even kijken. Dit is wel een hele makkelijke vraag. Wie heeft er tijdens die 55 plus avond van enkele jaren terug de zwarte Lola gepleegd? Daar zijn twee antwoorden mogelijk. Hoedje op, let op hè, hoedje op is Anneke van die Aken. Of hoedje af is Marian van Schijnel. Allebei 55 plus. Hoedje op. Hoedje op, Anneke van der Aken. Hoedje af, Marian van Schijnel. Ja, 3, 2, 1. En die goede antwoord is... Nou, hoedje op. Hoedje op is de goede antwoord. Dus al die mensen die niet die hoedje op hadden, die zijn af. Die komen niet in aanmerking van die geweldige hoofdprijs. Die moeten een hoedje inleveren. Gaat niks mee gebeuren. Volgende vraag. Volgende vraag. Dan gaat het een beetje moeilijker worden. Hè? Want dat blijft niet makkelijk. We gaan een beetje moeilijke vraag doen. Wie was er in 1981 voorzitter van Stichting Die Ochelvassen? Was die? Van de Braak, hoedje op, of hoedje af, Ad van Exel. Hoedje op, Piet van de Braak, hoedje af, Ad van Exel. Ja, en nou, ja. Ja, zijn we eruit allemaal, zijn we eruit. Zijn we eten? 3, 2, 1. Snap je? Ja. Ja? Eerste antwoord. Hoedje op is eerste antwoord, hoedje af is tweede antwoord. Jawel, hij snapt het! Hoedje op! Hoedje op! Ja, bij Marokkaans is die zo heel erg best, dus ik moet een klein beetje... Hoedje op, zijn er al afvallers trouwens? Wie is er allemaal afgevallen? Die hand in de lucht wie er allemaal afgevallen is. Oh, er zijn er twee die willen afvallen. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken.
Ik heb nog een, dat is trouwens geen vraag, dat is een ander bericht. Ja. Dit is Julie van Weert, ken die mensen niet? Julie van Weert? Die heb ik als een verhaal, is bij mij op de e-mail binnengekomen, helemaal in Suriname. Die had serieus gedroomd, die had serieus gedroomd dat ze 100 kilometer gefietst had. En hij had tegen meneer Heij gezegd van, oh Heij, ik heb vandaag zo'n heel erg levensechte droom. Ik had 100 kilometer gefietst, ik word wakker, ik was gewoon niet van moe. Nou, zei hij, dat is wel heel erg toevallig. Want ik had vandaag ook heel erg levensechte droom. Ah, jawel, zegt jullie. Jawel, zegt hij. Ik had heel erg levensechte droom. Ik had gedroomd dat ik heel de avond of heel de dag echt serieus zeg maar seksueel actief was. Heel de nacht was helemaal. En ik word wakker en ik was nog moe. Dus jullie zeggen van zo, zegt jullie, was ik zo actief dat met jou niet, zegt jij was fietsen. We gaan weer voor een makkelijke vraag, want anders gaat het veel te lang. Een makkelijke vraag. Die Bacchuskorps. Die Bacchuskorps is al enige tijd hier rond de huis. Die hebben een tijdje geleden 25 jaar bestaan. Kom zo, deze aan u. Maar die hadden door de loop der jaren hebben ze verschillende tenues gehad. Wat was die kleur van de tenue 25, toen ze 25 jaar bestonden? Was dat A? Niet A. Hoedje op. Was dat rood? Of was dat hoedje af? Oranje groen. Toen ze 25 jaar bestonden. Toen ze 25 jaar bestonden. Wat zeg ik? Rood is hoedje op en oranje groen is hoedje af. Ja, 3, 2, 1. Kijk of Marokese snapt. Mijn zuster is heel anders, want als ze haar zien gaan.
En met Wim kun je zo wat meemaken, hè? Ja. Want Wim heeft het altijd gruwelijk druk. Wim en zijn vrouw Lian. Want de vrouw van Wim, Lian, die heeft een soepfabriekje. Het is net klein nu nog. Oh? Ja. Zo stond ze een paar weken geleden in de kelder, begint te rommelen met de putjes en de pennetjes. En ineens zag ze water in de kelder. Wim riep ze naar boven. Wim riep ze naar boven. Er stond water in de kelder. Wek, wek de Wim omlaag. Ja, kwaken, dat kan niet wel. Ja, wek, kwaken, kan niet wel. Wek, wek de Wim omlaag. Wat staat er in de kelder? Ja, water. Hoeveel dan? Nou, het valt eigenlijk nogal mee. Twee flessen spa rood en vier flessen spa blauw. Zeg, weten jullie het ook wel eens meemaken die bij jullie uit de straat? Benja en Jan Vugst. Benja en Jan. Ja, ja, net waar ze naar een feestje is, hè, met z'n tweeën. Het was gezellig, het was druk en ze hadden kutels en van alles en ze hadden elkaar heel de avond niet gezien. Ja, dat is dikwijls bij Peja en Jan, maar die zien elkaar wel vaak als op vakantie zijn. Oh, en toen fietsen ze samen naar huis en toen zei Jan, hij zei Peja zit niet, hij zei ik was zo aan de muziek en strak. Hij zei, en mijn broek was helemaal nat geworden. Maar die is niet zwaar, ik zei ze, want die heb ik uitgetrokken en die heb ik jou in de maaltasje gedaan. Oh, dat is niet zo fris. Ja, zei Peja, dat kan zijn ziek, maar ik ga helemaal geen maaltasje meer. Ja, ja, ja. Zo heb ik het ook gehoord van prins Ricardo. Ja, prins Ricardo heeft van de zomer, hij meende al dat hij heel het jaar hard gewerkt had. Meende dit jaar is een all-inclusive vakantie te moeten doen. Ken je dat? Ja, oh ja, dat heb ik gehoord. En dan had ik gehoord dat Jordi, hè, die zoon van prins Ricardo, helemaal niet wist wat dat was, all-inclusive. Oh, en toen had Ricardo hem dat is goed en heel geduldig uitgelegd. Hij zei, all inclusive, dat is, dat zo bed opmaken, dat zo handdoeken klaarleggen, dat je kunt eten wat je wilt, dat je kunt drinken wat je wilt, alles is geregeld. Ja, zei Jordi toen tegen papa's. Hij zei, waarom gaat ons mama daarmee? Ja, het zal toch wel een beetje gekruld hebben bij Kim en bij Rick, hoor. Ja, 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 ja. Yeah.
Yeah.
En ik hoop dat jullie vanavond een mooie avond hebben gehad. En dat het een aanzet is tot een fantastisch carnaval 2018. Graag tot volgend jaar! En graag wil ik jou ook nog bedanken, Hans. Voor jouw leuke anekdotes. Je leuke toespraakjes. Je lach op je gezicht. En bedankt ook voor de tijdelijke melding van Hans. Goeie, okay.